Wij staan bovenaan, ja, wij staan bovenaan. En Zeven kampioen. Ja, we zien hier even in Friesland, wij zijn kieken. Hoe het er aan toe gaat. Jullie komen op de film, jongens. Kijk, je kunt die koeien bellen. Die hebben allemaal de eigen 06-nummer. Welkom bij aflevering 30 van Hanesjee. Hoe vinden jullie mijn nieuwe shirt? Hey? Mooi hoor. Ik had weer mooi geluk met die 2-0. Hanesjee speelde lekker. Ondanks het slechte veld in de gal gevuild. Die gal van Klein van Donk. Je moet die andere wel laten scoren. Anders denkt hij dat hij spits is. Er zaten twee Turkse trainers voor Ferdi op de tribune. Cor en Don van FC Corendon. Hij mag voor mij wel weg. Maar dan voor 2 weken all inclusive. Ik haal hem dan zelf weer op Schiphol. Wat denk je die gasten in Turkije wel wie ze zien? Kijk, die logo geweldig. En die Calvin Klein, verdonk, die maakte zijn tweede alweer. En Delle, die deed het nou ook weer goed. Deze 3 staan in het elftal van de week in de VI. Kijk maar, Friesland, koeien, stank. Ze scheiden en ze zeiken aan alle kanten, hoor ik van alles. We kunnen jullie trainer, René, pootje haken en een hak zetten. Wie kaart kan een goal verwachten. Bij Parker en Beppe en ook bij Heid en Mem. Het kiet aan. Onze supporters zullen wij in een speciale Friesvak zitten. Deze week heb ik heel veel koffiemelk verkocht van Friese Vlag. Die meiden hier, links en rechts, die doen goed hun best. Ze maken overuren. Die melk is niet aan te slepen. Ik kan vriezen en kan dooien. Maar wij gaan winnen en het belangrijkste. Ik heb nog een kleine andere cadeautje. Van vroeger nog. We zijn allemaal weer jong geweest. Toen ik nog jong was, ging ik met een vriendinnetje wandelen. Dat was nog in het Jonkerbos. Gingen we op het gras zitten knuffelen. Het werd wel heel spannend. Ik zei tegen haar, hou jij mijn piemel even vast? Hoezo? Moet je weg dan? Hij zit al een pielemand kleuven.